Ya sabi pede lutube, ya sabi pede makale. Kintaki anabagi. No. Pede lutube, pede makale. A kintaki dei kataki direkere. Pede lutube, pede makale. Dat water is toch essentieel? Pede lutube, pede makale. Bagi di dea so baka, anga kintaki. Baka mane koli yo baka. Economo pouco. It's nonsense. We balalas ma wa monshi jodi tire na fode woko dofu 8 oktober. Ayni sana konde en a odi natuurlijk e gwenala se wispeide. Tapu na fode woko baka nayazo. Ujanga ki intaki, tapa FM 99.7. U de ook to tapa buku live. En natuurlijk, ujanga herhaling a TV. Me hoop taki alasani e goyubung tapu a fode woko ya. Lekker zonnig. Ya bita sama di... Ik heb ook gewend dat je door aan tafel tegenwoordig, denk ik dat dat heel weinig gebeurt hoor. Dat ze maar eens door aan tafel in. Ja, bijzonder gezinnen die heb je gewend dat vooral kan de weekend. Want nu heb je Umay Woko, Pike Guasico en de Paja Woko. Dan gebeurt het niet zo vaak, maar kan het soms zijn jouw weekend, weet je. Maar ja, we weten dat je de yes, door aan tafel kan je de sama Europa, Amerika. Zij hebben misschien nog van de kan je die hebben ja goed maar sana ja na. Ik vind die petting ja, ik balkon je goes dong in jang of in je woonkamer of wat doos je onder bon. Dus er is een beetje gaan verwateren, maar het is goed hoor voor onderhouden zo toe. Libide dat ik een gezin is, dan gezamenlijk aan tafel is altijd leuk. Is abina wang. Mooi moment, ja, gezin. Ja, bijzonder, sama die altijd tijdens door aan tafel, zo dan. Ja, bij fini toli die ik contact tafa kan, de piki san die ben bespreek. Is abide bespreek. Dus dat is altijd goed, maar ik van taki na wang san die. Nee, ik echt vaak voor me. Zeker in sana niet. Vaak na kan de te wang heugelijk feit de. Is abi wan sama fu yali en da kan de ook wel een restaurant. Daar zitten we aan tafel samen. Weet je, of merendeels ook ronding kerstdagen, weet je, dan gebeurt dat ook. Isabi. Maar ja, goed, eigenlijk, achom, bij want dat is makkelijk eten, dit is majenjang. Het is 1 uur, ik begrijp dat je deze majenjang kan schaften, jouw kopeersie ook doen. Maar het heet dat je bepaalde zijn, dat bepaalde zijn, je komt op een nieuw, die je borduur voor tapen. Dus dat die maar dat is aan ego boom. Eigenlijk ja wabi wat aantal zijn die wan behandelen aan jullie op donderdag ja voor 8 oktober today voor 10 oktober ja tama de me heb je belangrijk gesprek, alles zo'n beetje rond 10 oktober. Denk ik dat maar met aan Patricia Meulenhof en Evala Zambu ook toe. Om maar wat gesprek ook toe aan... Vareka Bikimade. Laat je van me. Maar goed, dat is voor morgen, maar voor vandaag. Die daar regeren bij een persconferentie bij een aantal toli. Kong... aan de orde die belangrijk ja gemeenschap a president aan je team a vicepresident bij de ook toe erbij na een persconferentie die holly dus a beleid sanva beleid bereken regeringsvergadering bij de SD en de manchai want een aantal sang quado sang a regering de bezig aan a dingen natuurlijk weet dat journalisten bij heb je gelegenheid voor stelvragen ook toe. Natuurlijk ook toe
Masa mereka yang gamang Albert Aboikoni be go na a president pe dentaki aba wang antal zaken dus don vergader wel luko apistoli de ook toe sade taki sakwado tenminste en ya taki sade be abi waar registratie heeft in de plaats nodig voor ambtenaren. Daarna de ambtenaren die eigenlijk die taki de necessaire status, taki die ook over en weer ja en na heet hangijzer en niet staan aan konden voor ambtenaren die eigenlijk de ma abi pampila of de man abi beschikking maar de man hij kisimoni en ta man je kisimoni dan ana da man di de tekia wo koma man aan standplaats dat kan jij kisimoni ook doen. Dus je hebt tal van ambtenaren verschillende zo so, categorie bijna kataki en ding de bezig geregistreerd in binnenlandse zaken voor sabi precies sang naar de status en dan al onderzoek moet go verder natuurlijk hoe zap dat die regering pot uw commissie tapo ook kaba aba de pistolia voor halen alleen en voor vinja fijne voor ding tolia zo voor de ambtenaren voor katik wan besluit over de en hoe ben ja president kaba aina weekend dat die eigenlijk hoe dan voor vele voor dat hij eigenlijk dat ja a president het taki taki deno te kijken samen kom puur samen ook en dat mi beter taki ook toch maar de samu onderzoek moeilijk hoe zana de procedure die waka en zana status fee en dat wel ook sowieso en natuurlijk de man voor CLO eigenlijk mi bewam bel mi met die avian koi maar ik weet niet of je nog denkt en je telefoon ja maar bij een nummer voor avian kooi. Bela maar aan de man, je taki de man sabi de man, abi duidelijkheid, aba, a money, a loonsverhoging voor de landiman die eigenlijk de man beko overeen aan a vorige regering. Dus de man meer duidelijkheid daarover. En ook toe, was aan die dewan heet hangijzer na apistorie voeding. Busman, en aan de bottoman schoolvervoer, beter gezegd. Zijn vervoer de leerkrachten, zijn vervoer ding, van de kijk, ding, leerlingen. En tot nu toe, hoe zabiet het aki, de leerkrachten die mga voto no mangwe, die mga binnenland, sorry, no mangwe, omdat de busman nu bereikt overeenstemming het. Natuurlijk, pikje zo licht de in de tunnel ik kom. We hopen dat je boon snel de kan handel af. Maar tot dusver, alles aan de helemaal aan kannen en kruiken het. Maar ik go a goede kant op, mi begrijp. En natuurlijk, mi denk je, even lukt me, mi moest me keer delen uit de persconferentie, zeg holly. Zeker gide sama die mission, want dat de live tap op GovTV. Maar natuurlijk moeten we even kijken even zo snel ook kan die ook toe delen uit naar live persconferentie. Ja. Voor ik kan je ook toe sanades aan die kwafessie tijdens na live persconferentie. En natuurlijk ook de berichten ook toe. Je kan dan berichten uit abo 8788547 en waar nodig natuurlijk wat ik de telefoontjes en dat kan tabo 485871. Kita gaan bagli donderdag 8 oktober. De mijn actie ontendo kisi asosia ma wina met ayu a directie ewo koning natuurlijk anama wina wang.
maar ook toe de taangebieden. Ja, de mij bericht mij kataki, taza ma kisi via kataki zaterdag. Dus dat met taki licht de enja tunnel natuurlijk. Evo, als een nokaba officieel ete, dan minoman kotaki en zo, maar mij begrijp taki sande aan het afronden, ja, taki de leerkrachten kan we. Alhoewel, hoe kataki taki, het is laat, ja, want de Vasco begin al geruime tijd bij kan zo'n wiki ikataki. Dan is het laat. Maar ja, hoe breed het de mag gue. En per de probleem gevallen de onder andere loka. Per de fufu de juffrouw. Je zand de mu. De muzeka ook toe. Natuurlijk moet ik een stukje daarover straks ook toe. Dus dat is belangrijk. Maar ik mijn start. Aan inderdaad, we hebben een actie ontdekt, na tot die beta die ontdekt we de kisi associe amawina. Associe amawina niet alleen mawina, maar overal den mukijen, maar leiding van bedrijven associe ook hard eraan. Dus ik hoop dat ik een afduur lang attack ook toe de taal delen. Los voor Paramaribo Wani Kanikeri, de kiezen ook toe, Coroni ook toe, mi denk ik. Ja, maar de taal delen dat binnenkort mag. Geniet ook toe voor associeer Aini Den Osukamba. Dan ik van taki den holi na persconferentie. Natuurlijk een aantal zaken. Den tjaikwa fessi na persconferentie. Van a regering. Ik denk je aba een aantal toli. Pe a regering e go aan a beleid. En dat boendat de moment je idee dat 1. A regering e do uit de doeken. Des aan die idee doe en natuurlijk. Pe onduidelijke idee. Dat dat die even fijn de maatje dat die qua king gideon sama. Want belangrijk sani na dat de regering die aantaki den ook aan een adviesbureau omdat te a monitori moest te adviezen moet gie uit. Ja. Tampo a internationale markt in gofu CK sani. Want de regering taki aba herschikking voor de lening. 1, 2, a gango na IMF ook toe. Ook toe op historie voor fawo do anga oliwo teke wan voorschot daaruit of fa assisteem moet zitten precies. Dus op grond daarvan de man yo ook wang wan Frans adviesbureau zang de man teke engelak wan financieel bureau i kataki dat yo ook samang en voor gide assistentie voor luku den internationale leningen voor herschik ding de man bi otaki mo bete dus. Dat is een belangrijk zijn die taki. Omdat dat financieel se vakonde a belangrijk nodo. Nee, na ati. Ik a taki. Hoe dan ook. Nee, na ati. En sani mo waka bo sanya. Mo waka kres kras fanya fanya. Ik fata a vorige regere bedu. Maar sani mo waka tapelein. En natuurlijk met taki. Uno mo goteke wa internationale organisatie. Gewoon dan. Wa fene voordelen uit. Daaruit. Daarmee me bedoel van taki. Wisiva. De man malayu inderdaad voor u boeken succes een en ja herschikking voor de leningen voor zorgen dat je wat zo ademruimte dat de money die moet pay vanaf midenki vorig jaar waar een aantal leningen moet los af en ook toe los voor rente maar leningen op zich zeven moet los af dat u u kan vinden ook als je voor herschikking natuurlijk ik vraag er bij jou aan dat je die man taki taki aan de smari be pocha money de kataki de bereidwillig ja voor dwing maar nou de technische zaken moet werk uit en daarvoor heb je natuurlijk deskundigen nodig je ziet de taki op internationaal niveau dan imteke man van kaliber de ook toe voor man taki aan de man voor man luko voor man breng you denki uit die je wani voor man solo goed een resultaat die we wani poa in dat oefening ja dus aan makkelijk die zijn want we aanvegen dat je nog steeds een status voor in a triple C
Ja? Nanda triple C ude. En u umuanya upgrading. Ja, umang watapu. Fu uktampu beter na tapa internationale markt. Ja, natuurlijk akangwa IMF awandi dete. Ja, en ja, bita instellingen die mogelijk ook een soort ondersteuning voor komoto uit. A crisis voor man bieden a crisis a hoofd. Ja, dus dat alles na sang meke a adviesbureau de belangrijk en die zien nou een fancy wang Lazard en de moet ondersteunen. Prens taki na persconferentie taki vanaf vanaf amuya zo sevi. Moni moet los af. Van ik kan je maar voor Oppenheimer nabij kan 26 miljoen, je begrijp. Moet los af van alleen voor 550 miljoen. Je begrijp. En dan heb ik hier lauw moet je 26 miljoen Amerikaan. Dat laat je nou aan. Behoorlijk hap zijn ik weer. Want je begrijp. Hier heb je Monika. Maar laat je een beetje die je kan doen. Voor doe deze niet. Maar ja, je moet het doen, want dat na die afspraken. En omdat we nog bij mij komen, uw afspraken naar Mekke, uw go, in februari, als ik het goed heb. Of eerder, laat me het zo zeggen. Eerder, Mekke, uw zakken kunnen naar Triple C. En als je weer één stap hoger wil komen, moet je alvast kunnen tonen dat je bereid bent voor corrigeerzaken die go fout. 1, 2, en je bereid voor holy you. Ook toen naar de afspraken die we maken. Want een herschikking is mooi. Maar we moeten ons ook kunnen houden aan die nieuwe afspraken die we gaan maken. En daarom ben ik het belangrijk voor één oefening. Want deskundig bureau die man leidt wie ik je kon. Dat je een verval aan jezelf de situatie die hoe jij niet nou noemt. Het is al moeilijk. Vind je dat je een herschikking je hebt een triple C rating. Bijna de allemaal lukt dat je waarover praat deze man. Zeg maar, dat je joh, maar je hebt je bakken voor pijn. Is ie? Maar af vertrouwen belangrijk. Af vertrouwen belangrijk. En dat die regeria zo straal uit. Dat regeria abi aanging. En dat maak je de eerste stappen voor. Dat je, oké, maak je ook gede maar een kans laten we praten. Is een ander beleid nu. Dat maak je ook gede maar ruimte. Of de maar stel de zaken op orde. Zodat die de man kan... Los de money af. Tap wat tempo. Die de mama. Daarom heb ik mijn breedtje regie aan. Dat er is. We gaan naar IMF. Maar aan wan opdracht voor IMF. Er regie ook al voer uit. Er is een plan dat uitgezet is. Een plan van. Sanan kon de SF. Die sana is dat je. Ja plan ja mi man. Dansja dansja ja mi no. Go teke kawina dam no ma lolo le kwan goya ba. Nee. En voor mina soul me dansi dat min. Dansi tapa soul. Maar ino mo wani taki na soli sap dansi da ipoti kawina pokwe da yo dansi bru ya dansi. En dat aregere no wani daarom ek de man set desan uit. En anga de vragen de ke van minister agaiber zin taki ook toe. Ja. Anga dat yo gwa IMF taki. Fayu ka ye piwi aini a situasi a so hui wani asan waka. Dan natuurlijk de technische mensen o luku fafu sete en technisch dati u wakain zo. Maar niet dat het een plan van IMF moet zijn dat bijna een normaal dansje op ook. No, dat is een broer, ja, toch? De hele lolo in malolo, vooral bijvoorbeeld dat kawina op ook. In malolo en boom. In een dansje kawina, in een go dansje soul tap kawina, no? Je broer, ja, tap a dansvloer. En dat tegen sana de afgelopen tijden. En dat moet niet meer gebeuren. Daarom zijn we blij, één. Dat je maar ego en zeeën aan adviesbureau, ja. Maar het moet ook resultaten leveren. Dat moeten we voorop stellen. En omdat ik u go aan het adviesbureau. En bakken dat u nog voestang. Dat we trekken terug. Dat we daar doet aan. En terwijl u laat die money aan het adviesbureau. Dus laten we die deskundigheid één goed gebruiken. Ben ik eens. Maar daarnaast. Het moet goed resultaat leveren. Want dat nou na. Had die dat na een belangrijke positie die zijn hangt. Muko tapu sana, maar positioneren ze even zodanig nono tapa wereldkaart. Fu abibi de baka ainiwi. A vertrouwen de ala. A regere eskep a vertrouwen, maar je moet zaken ook doen om
om de wereld te laten zien dat je inderdaad de Maya in meke progressie. Inderdaad, de Maya in lolo guang afesie, de Maya e woko na afetrouwen is. Dat je de stappen die je onderneemt, na inderdaad voor meke a economie gezond. En daarom ik weet dat je dat ik de zijn niet de maatregelen die de regering treft. Ze zijn hard, ze zijn heavy. Ja, de tanga. En hoe makkelijk ik dit samen met burgerijen ja, kon je begrijp ik. Maar waar Libië wan gewoon tapu voor jou wan mo no no. We ook wan gaan taak kon je en a gewoon tapen be oordeel wie. Wat die je pie voor taak kon je nog steeds zijn een ontwikkelingsland. Ja, hoe de wan kon je nog steeds zijn in die ontwikkeling. Dan ga je je moeten houden aan die maatstaven die gesteld zijn in de wereld. En voor inderdaad die wan ja investeren voor gang. Konde kon je niet, hoe kon je. En voor inderdaad die wan ook toe gang. Kon je gang. Organisaties mee ondersteunen, dan ga je aan die eisen moeten voldoen. En dan ga je een aantal zaken moeten doen. Natuurlijk kijk je van dat je me breed ziet, dat de regering dat je dan ziet op een fassie pa fa poe dansie. Je dan moet dansie wat dansie, die no man dansie. En dat die zaken moeten gelijnd worden aan asana wel, wel die sana abi. Sansa en Wanina, op grond daarvan, deze moest het komen. Maar dit was belangrijk. Ja, dat het traject zette uit, dit is een mooi eigen traject. Ik heb van a president aan een minister voor Financiën ook toe. Ja, dus allemaal moet je pijn niet. Dat is niet aan de deskundige, ze heeft niet moeilijk wat olie. De man is daar niet zeer. Vers bedrijfsleven, vakbewegen, dit toe. Ja, allemaal moeilijk, want am de wan structurele oplossing, am de wan kalouwie van jazani. Maar de aanpassingen die of in de plaats, de maatregelen die o tref, natuurlijk hoe dat je kaba, maatregelen worden getroffen, maar de zwaak je wan doowie, de moekies ja hala, imo ondersteuning, make op as a proces ja, en dan a economie eko de gezond baka, Alaman Kalibi, Alaman Kanyang. En dat hij akonde ook toe. E verdien wat eraan. Mi denk dat ik mi wani goluku. Efu. La me zien. Efu ka fende delen voor na persconferentie. Dan. Ook kan ik hier dat hij ook toe. Even zien. Efu dat je luk me no no. Tire matere ma holia persconferentie bede aini abejaini congresal ja pe president Chansan toki bede ook to meke ja president even zaterdag zo een beetje na a persconferentie ja zo programma's waar in de regering ook participeert. De bedoeling is dat we vandaag een update geven waar we staan met betrekking tot onze crisisbeheersing, onze COVID-situatie en met name ook wat de resultaten zijn van de eerder gemaakte afspraken die wij ook aan jullie medegedeeld hadden van de verschillende trajecten die we bewandelen om op internationaal niveau technische bijstand te krijgen om ons land en het volk uit de crisis te halen. Nadat wij aan het parlement dat klein pakket van maatregelen gepresenteerd hadden, dat wij noodzakelijk moeten treffen om onze economie, met name onze financiële huishouding, gezond te krijgen. En waarvoor we ook goedkeuring gekregen hebben van het parlement, hebben we het traject ingezet om dat klein pakket van maatregelen te bespreken in de Sociaal-Economische Raad, de SER. We hebben het ook gestuurd naar de Rafaxuur en ook de Vereniging van Economisten in Suriname. Daarnaast hebben we dat ruimer pakket van maatregelen ook gestuurd voor het VES, de SER en de Rafaxuur. De SER heeft al vergaderd
En de SER heeft de regering geïnformeerd met een toelichting dat ze graag holistisch willen kijken naar het pakket van maatregelen. Dat ze ook de regering complimenteren met de gedurfde stappen. Maar tegelijkertijd aan de regering vragen om meer tijd. Wij hadden gevraagd binnen een week advies te geven aan ons met betrekking tot het klein pakket van maatregelen. En binnen 3 weken ons te willen adviseren met betrekking tot het groot en breed pakket van maatregelen. Wij als regering hebben haast. Waarom hebben we haast? Omdat het volk haast heeft. Het volk wil zo snel mogelijk uit de crisis. Het volk is ongeduldig. En dat oefent druk uit op de regering. En wij als regering hebben ons huiswerk gemaakt. Dag en nacht hebben we gewerkt. En nu willen we de maatregelen goed voorbereid. In goed overleg. Op basis van een goede tijdlijn. Integraal, coherent gaan uitvoeren. En dat overleg kost ja veel tijd. Maar we gaan die tijd nemen. Alleen gaan we een beroep blijven doen op onze partners, sociale partners, om ook rekening te houden met de druk vanuit de samenleving. We willen de economie herstellen. We willen dat volk zo snel mogelijk uit die armoede komt. Uit die druk, de sociaal-maatschappelijke druk, de financiële druk. We hebben eergisteren overleg gehad met Ravaksuur. En daarbij is nogmaals een beroep gedaan op Ravaksuur om ons te willen ondersteunen in het pakket van maatregelen door ons goede adviezen te geven. Ze hebben nog 2 weken tijd daarvoor ook gevraagd. Ze tonen ook begrip voor de maatregelen. Echter wensen ze dat we overleg blijven voeren als we die maatregelen gaan implementeren. En we hebben gebruik gemaakt van de gelegenheid om alvast onze eerste exercities te presenteren aan Ravaksuur over het beleid wat de regering wenst te voeren met betrekking tot EBS, met name naar de EBS-tarieven. Dat gaan we ook doen voor de SER, zodat we een goede understanding hebben. En dat we weten dat als we achter die maatregelen staan, dat het 1 draaglijk is, redelijk is, billig is, uitvoerbaar is. En dat we daarmee een bijdrage leveren aan het geleidelijk afbouw van de subsidie bij EBS. Gisteren heb ik overleg gehad met de voorzitter van C47, waarbij ik hem ook een update heb gegeven van de staat van zaken. Dat moest ik doen omdat C47 niet aanwezig was op de Ravaksuur vergadering. Dus ook daar hebben we goede informatie gedeeld. Met CLO hebben we ook deze week overleg om verder te praten over de overeengekomen salarisverhoging met de vorige regering, hoe we daarmee zullen omgaan. En dat we op basis van een goede understanding ook rekening houden met de crisis, vooral deze maand oktober, waarbij we voor einde van deze maand meer dan 26 miljoen Amerikaanse dollar moeten betalen aan de Oppenheimer rente voor Oppenheimer inlening. Het is zwaar. Het is zwaar voor de samenleving. Het is ook zwaar voor ons. En we zoeken oplossing. En we gaan met ieder praten die ons daarbij zou kunnen ondersteunen dat we ons land niet in een vervelende financiële situatie internationaal gaan plaatsen. Vervolgens, mijn mensen, gaan we praten en overleg voeren met alle andere belangrijke stakeholders om te zorgen dat iedereen goed geïnformeerd is. We hebben ook afgesproken, want we hadden gezien dat we wel ontmoeting hebben met heel wat organisaties en ik ook ontmoeting heb met heel wat journalisten. Maar we hadden het over het hoofd gezien dat we nog geen ontmoeting hadden met de mediahuizen. Dus pakken dat op komende week, dat we ook de directie, de besturen van de mediahuizen ook gaan uitnodigen om ook goed overleg met hun te hebben. En het tweede wat wij inmiddels beslist hebben, en dat komt ook vanuit de oproep uit de bezoeken van de districten, daarop kom ik straks terug, dat men veel informatie nodig heeft. Dat men liefst rechtstreeks communicatie wil vanuit het hoogste niveau van het land.
En het blijkt inderdaad een enorme informatiebehoefte te zijn, ondanks dat er zoveel berichten van u verschijnen in de media. Men wil gewoon rechtstreeks met de regering communiceren. Dus gaan we dat moeten doen. Dus we hebben besloten dat we elke week, dat moet ik even kijken, welk kanaal het zal moeten zijn, dat de president een radioprogramma heeft, maar een kanaal dat landelijk bereik zal hebben. Zodat ik elke week de informatie zal geven over het regeerbeleid, de maatregelen die we treffen. En hopelijk dat we daaraan ook een stukje interactie kunnen koppelen. Maar de mediadienst gaat dit allemaal verder uitwerken. Met de vakbonden is ook afgesproken dat de regering een voorstander is. Namelijk dat de vakbonden participeren in de raden van commissarissen, in de raden van besturen. Maar het is zo namelijk dat niet alle statuten daarin voorzien. Het is namelijk zo dat bepaalde van die raden van commissaris of raden van bestuur bij wet zijn geregeld. Waarin de positie van de vakbond niet is opgenomen. En wij hebben als regering beslist, als dat het geval mocht zijn, dan moet op de algemene aandeelhoudersvergadering, de AFA, besloten worden dat de vakbond een plaats krijgt binnen de RVC. Of dat in de vergadering van raad van bestuur ook besloten wordt, namelijk dat de vakbond een plaats krijgt. En het bestuur totdat de statuten, totdat de wetten veranderd zijn. We geven een stukje erkenning aan de vakbondsrechten. En wij vinden namelijk dat werknemers die een belangrijk onderdeel vormen van het bedrijf, van de onderneming, dat die ook een plaats moeten hebben om samen met ons, vooral in deze fase, bij te dragen om het land uit de crisis te halen. Maar meer nog, dat we alle parastatale bedrijven gezond willen maken. En dat daarbij de arbeiders ook een belangrijke rol zullen moeten vervullen door vertegenwoordiging van hun in de vakbondorganisaties. Van groot belang voor ons op dit moment is, en u merkt namelijk de perikelen die ontstaan als gevolg van onzekerheden bij bepaalde doelgroepen binnen de overheid, namelijk wat hun rechtspositie is. Daar heb ik als president de instructie gegeven aan alle ministers. Op basis van het advies wat we gehad hebben van de presidentiële commissie personeelsaangelegenheden. Namelijk dat we alles nu gaan rangschikken in verschillende doelgroepen. En de eerste doelgroep is namelijk de groep van wie blijkt dat alle stukken in orde zijn. Resolutiebeschikkingen, dat alle onderliggende stukken kloppen. Dat alles conform de wettelijke regels en procedures zijn gegaan. Dat die groep alvast in het systeem mag van de overheid. Daarna gaan we naar de andere groepen kijken. Waar er stukken ontbreken, waar er onjuistheden zijn, om te kijken of er aanvulling daar kan komen. En daarna naar die andere categorieën waar er totaal geen stukken zijn. En ook ambtenaren die niet eens weten dat ze ambtenaar zijn. En dat ze via horen dat ze ambtenaar zijn. Dat we ook die groep allemaal gaan uitnodigen. De minister van Binnenlandse Zaken is bezig met een goede registratie. Om daar een goede filtering te krijgen wie wat is. Maar het heeft onze aandacht, deze doelgroep. Daarnaast hebben we als target voor elke maand, laat er geen onzekerheid zijn bij ambtenaren, bij pensioengerechtigden, bij onze senioren burgers die op AOV wachten, de kinderen die hun kinderbijslag moeten krijgen, de personen met beperking die uitkijken naar een financiële bijstand. Die dingen moeten betaald worden. Die dingen worden als eerste, met name pensioenen, met name vergoedingen aan kinderen, personen met een beperking, die hebben hoogste prioriteit. Dat ze hun gelden krijgen elke maand. Dat die verhogingen die door de regering zijn goedgekeurd, ook betaald worden conform de tijdslimieten die daarvoor zijn aangegeven. En daarnaast zorgen dat die ambtenaren hun salaris krijgen. En ik mag het regeerteam complimenteren, zeker de minister van Financiën, dat hij in staat is geweest in de maand september, zonder 1 cent lening, de salarissen op eigen kracht te betalen. Wat de vorige regering afgelopen 3 jaren is niet gelukt. En zij hebben slechts salarissen kunnen betalen met leningen en leningen en leningen en leningen. Oké, teken ja, zo. Hoor je? Hoe is haar president aquí en hoe breed die zeker gering lantiman die bij jij niet pikken zo onzekerheid dat de navo de gedege zolang hij zijn de in orde dan
Je gewen je systeem, je proces is het. En dan uiteindelijk, je moet in een standplaats voor ook toe je kan doen je werk. Aan die dienst voor zang, de teke je aan die dienst. En natuurlijk, hoe breed het weer je, dat je president, ik kondig aan. Of het takkie, aber op tijd betalen. Ja, bij ganse maar money, pikinenge money, ja, bij samenge beperking die ook toe bij koot toe padrij, aber money die nij stort op tijd, dus meer potibi bij niet taki, een regering onholien een woord en dat inderdaad ja bij eigenlijk die zijn wat lastig, ha, voor veel, ja, dat die jou eke behoeftige, jou eke samadi mogen niet ondersteunen dan. A ondersteunen naar je op tijd, maar dan je ziet dat je dat niet kan frustreren, want je hebt bien van hoe doe, en hij zei, kabadaya kiezen laat die dan, maar je begrijpt best wel onvoel ja, de. Dus, hoe breed je dat je president haalt, dat je niet aan, voor zo je dat je, en regeren, en luk, dat je niet belangrijk zijn, ja, dus, ik ga dus ook toe, de verpleegkundige, dus man, om ik kies de money laat die, want deze heeft je abisani, wie zie, fa om een jaar langer kan maar eigenlijk ik had ik ook geen guanti dat idee kies demoni laat die dat moet ook tot het verleden behoren mino ja president kijk maar heb jij een doelgroep ook toe die ik had dat ik constant de man ik klagen voor demoni en moet de zo ja en eigenlijk mij want trek een lijn ook toe go verder voor dat bijvoorbeeld de bottoman de busman die moet kiezen demoni aan het opdraaien dat we kiezen staken. Ja, staken zijn jullie nog. Wanneer moet je een jaar regeren termijn, ja. Daarom heb ik ook dat je breed die. Afasie van regeren, ja, en proberen voor ook. Afasie van regeren, en proberen voor coördineren de zaken. Daarom heb ik ook een jaar regeren aan ruimte. Daarom heb ik ook een jaar regering aan ondersteunen voor de man zeker. Want deze zijn die ik hier een keer geruststelling voor dat je je. Ik hou wel liefdes aan de toepadrijs, maar ik ga protesteren voor money. Nee, dat moet het niet zijn. En voor naar ondersteunen en geniet naar die, je voldoet voor geniet aan ondersteunen, dan moet je het op tijd krijgen. En voor naar walken en kiezen money, dan moet je het op tijd krijgen. Je begrijpt? Dus dat is belangrijk en daarom, hoe die regering aan pushing, dat die regering gaat zo door. Zeker, dat zijn die potie, dat zijn die op orde. Want zo hoort het. Zo, dat verwachten wij van een regering. Dat verwachten wij van de overheid. Dat de overheid komt betrouwbaar over. Dat de overheid houdt in afspraken die aan meken. Dus hoe zit dat dan niet in orde? Hoe zit dat niet aan ook gemakkelijk? Alla de dee jij te woe abie ding. Van de maal etak je dat niet. Ding. Deina de maal wil dat je dat pas straat. Ja echo van vorige regering woe. Jij de moe jij te. Sanifien wogwe fiete ale kieke de fare pikine no mangwa tapsi. Isi? Natuurlijk we taki voorbereiden met meke manga hiver kies jou staki omen sani don stel. En hij niet die moe jij kiesje so fara taki sambe libi stel. Dat die eko kiesje want die je taki boto man moni na bijna aiti mu moni de man kiesi. Isi? Dus dan je regelt dat niet in acht maanden. En natuurlijk me begrijp de boto man die vent taki no. Eenmaal hoe nee reikaba. Olie prijs op. Isi, dan moet je een beetje bereik overeenkomst alvorens hoe gorei voor moet kom bakken voor kom bespreek deze dus meer begrijp de motto man. Je raakt dat nee, hoe ben wani hoe money, een achterstallig money die de man ben wani, maar ook toe de man ben wan taki over aan je prijs. Aan je money die den paide want olie op prijs en dat doen no maak hier de man, la man, idena you, van je takke, in jou takke voordeel, maar na je belangen je behartig. Isi, dus dat die mensen ook toe de mannen rijden zich opgingen aan de leerkrachten. Want dat man, wanneer ook de stalig money minus of IT moet money de man kiezen. Je begrijpt? En daarnaast de man, bij wan taki, hoe moet bereiken? Overeenstemming, abana, de nieuwe tarieven. Je begrijpt? Dus, hoe begrijpt de busman? Maar daarnaast weet taki, inderdaad, oplossen moet kwijt niet en verbeteren moet kwijt je systeem. Een systeem no moet dan zo mo dat je money naar do na juiste je en dat die is zo lugugi vertragen.
Dus we hopen dat de komende dagen, de komende tijden, dat ik ga president die aan kan, want toe voor ik een aantal sectoren, zeg maar, nou sectoren men gebruikt, maar aantal doelgroepen die sowieso de man olukutaki ding, zeg maar, de kisidemoni, maar weet dat ook toe abari sectoren die a president nog kijken, van ook kijk ding, de transport ja zo, dat die ding, zeg maar ja zo, denk je zie ook toe duidelijk instructie en duidelijke afspraken, meke min taki beter gezegd, voor de achterstallig money, nice stapel de zeven op mo, en kandidaat die niet aan haar ergste, maar de sama die na nekste maken en die etong a slachtoffer voor bijna jotaki a koli koli peva overheid. We gaan ook nog goede naar de biggie voor binnenland, dus ik hoop biking naar de toonslachtoffer, want die noem maar biggie op de leerkrachten die in Guade woken naar de toonslachtoffer. Ik begrijp. Omdat dat een betalingsafspraak van overheid. De overheid neemt alleen een betalingsafspraak. Ik weet niet, natuurlijk, maar begrijp me niet. Zoals zei die mekens aan die voor overheid te lullen. Zo pampila staan niet daarom met beestje moet duilen. Ik weet niet of ze niet een nieuw systeem kunnen bedenken. Die kan versnel aan zijn. Ik kan voor ons allemaal wakken. Te moet dat boedij moet je money. Minus heb je zang. Elang aan zijn te amoni nemen pij op tijd. Ik begrijp. Dus, meer denk je dat die overheid dat je een doof voor de man gaat bedenken aan je systeem, zodat je niet kies deze aan je aan zo'n man. Want soms wil je een keer deze man die moet kiezen aan subsidie en wanneer die mensen gaan staken, maar overheid moet zich houden aan die afspraak. Maar ik ook weet ik aan twee ministers die dat ook toe, daarnaast, met eigen de journalisten, bakat die president dat die stel vragen, maar wan begin aan minister Ram, die weet ik aan twee minuten even uit, voor... voor die delen uit na persconferentie die holly die manting. En gaandeweg zullen de specifieke acties verder worden gedefinieerd. En dat zal op korte termijn gebeuren, want we hebben niet veel tijd. We moeten binnen een paar maanden resultaten zien. En we proberen dat zo gauw mogelijk te doen. Dus ik wil dat wel meegeven, zodat u de context ook een beetje kent. En voor wat betreft het punt van de complexiteit. We hebben drie soorten van commitments meegekregen van de vorige regering. Eén, bilateraal. De leningen die zijn gesloten. En dat zijn geen leningen die voor niets zijn. Het zijn geen grants. Er is een deel van grants, maar een groot deel, het grootste deel, is leningen. Die moeten terugbetaald worden. En zodra je trekt op die projectfinanciering, neemt je schuldenlast toe. Dat is één, bilateraal. Multilateraal zijn er ook schulden gemaakt bij banken. En dat zijn ook geen giften. Dus die moeten ook terugbetaald worden. En de banken zijn evengoed, net als andere commerciële banken, gebonden aan internationale regelgeving. Dus je moet ook voldoen daaraan. En dan heb je de commerciële leningen. Dit zijn drie verschillende trajecten die we moeten aflopen. Drie verschillende manieren van onderhandelen. Maar... natuurlijk, de verplichtingen blijven. En wij kijken alleen naar die verplichtingen, maar de complexiteit is daar. Dat is één kant van de zaak. De andere kant van de zaak is, voor de regering, is om twee dingen tegelijk te doen. En ik noem maar twee dingen tegelijk in dit traject, maar er zijn zoveel andere zaken die tegelijkertijd moeten gebeuren. Eén is, we moeten die schuldenlast beheersbaar maken. En daar zijn verschillende scenario's voor. Dat is het traject waarover we nu praten. Maar er is ook het ontwikkelingsfinancieringstraject. Je moet nieuw geld hebben om projecten te kunnen uitvoeren die de verdiencapaciteit van het land kunnen opvoeren, die werkgelegenheid kunnen garanderen en voor duurzame ontwikkeling kunnen zorgen. Dat is weer een ander traject. En dat moet bijna tegelijkertijd gebeuren, want dat is wat de bevolking verwacht. Niet alleen schulden aflossen, maar ook een stukje werkgelegenheid en inkomen garanderen. Dus u ziet de complexiteit. Het is 4-5 sporen tegelijk werken die enorm zijn. De minister van Financiën zal meer in detail ingaan op sommige van deze aspecten. Maar ik wilde dat meegeven, anders denken we dat we regeren en alles gaat ineens gebeuren.
dat is niet zo. Dat is heel simpel, te simpel gedacht. Ten aanzien van de vragen specifiek over buitenlandzaken, een paar concrete vragen zijn gesteld. Ten aanzien van UNASUR kan ik u meegeven dat we bezig zijn op het ministerie met een algehele evaluatie van onze lidmaatschappen van verschillende organisaties. Het is een vraag die elke regering wanneer ze aantreedt stelt van wat voor nut heeft het om lid te zijn van een bepaalde organisatie. Politiek, financieel, in termen van diplomatie. We zijn daarmee bezig. We weten dat UNASUR een issue is op het Westelijk Halfrond. En dit is niet een zaak die wij op onszelf alleen vanuit Suriname zullen beoordelen. Maar het hangt ook af van de gesprekken die je hebt met andere landen. In het gesprek met Brazilië zal dit zeker aan de orde komen. In het gesprek met Guyana ook. Dus die inventarisatie wordt nu gepleegd. Het is overigens een inventarisatie dat breder gaat. Ik heb alle ministers gevraagd om na te gaan welke lidmaatschappen van zoveel internationale organisaties onder hun regarderen. En u zal, wanneer dat overzicht er is, kunnen we dat met u bespreken. Het zijn vele tientallen, als niet 100, meer dan 100, 150 organisaties waar we als land lid van zijn. We moeten nagaan, wat is de functionaliteit van het lidmaatschap? Wat krijgen we eruit? En al deze lidmaatschappen kosten geld. En in bijna alle gevallen moet ik zeggen dat over de afgelopen 10 jaar achterstanden zijn opgebouwd tot in de miljoenen. Dus het is een efficiëntieoperatie, maar je moet daar ook niet lichtelijk mee omgaan, omdat sommige organisaties wel degelijk belangrijk zijn. Niet alleen omdat je geld moet betalen, moet je kijken of het wel of niet nuttig is. Maar er is een functionaliteit waarom je lid bent van bepaalde organisaties. Dus dat is een lang antwoord op een concrete vraag. UNASUR is onderdeel van de evaluatie en we zullen kijken wat de uitkomst is daarvan. Ten aanzien van Venezuela, we hebben heel duidelijk gesteld vanaf het begin wat de grondslagen zijn van de buitenlandse politiek. In eerste instantie, omdat we onderdeel zijn van een internationaal systeem, we willen gezien worden als een land, we willen zijn een land en we weten dat het volk van Suriname die waarden en normen ook onderschrijft. We willen een land zijn dat gezien wordt als democratisch, dat erkent en beschermt en versterkt de mensen en politieke rechten van individuen en organisaties. We willen zijn een land dat waar recht en wet geldt. Voor een ieder, waar de rechterlijke macht duidelijk een eigen taak heeft, een onafhankelijke taak, maar waar zekerheden voor betreft rechtelijke uitspraken worden verschaft. We willen ook een land zijn met goed bestuur. Als u dat weet, en we hebben dit gecommuniceerd met Venezuela op het niveau van de ministers, dan weet u ook waar wij staan voor betreft de ontwikkelingen in Venezuela. Ik moet zeggen dat het niet beleid is van de regering om uitspraken te doen over de binnenlandse situatie, behalve dan een beroep te doen op alle politieke leiders in het land om te zoeken naar een oplossing. Want de crisis die er in Venezuela is, is niet goed. Niet goed voor het land, maar zeker ook niet goed voor de bevolking van Venezuela. Er zijn verkiezingen in december en we hebben reeds doorgegeven dat wij hopen dat die verkiezingen in ieder geval een startpunt zal zijn van een nieuw Venezuela, waarbij politieke leiders elkaar kunnen vinden en gezamenlijk kunnen zoeken naar oplossingen. Binnenkort is de OAS algemene vergadering, mid-oktober. Er zullen veel discussies plaatsvinden en we zullen het standpunt weer daar presenteren. Ten aanzien van Palestina kan ik heel kort zijn. 138 landen van de 193 landen wereldwijd hebben Palestina erkend als een staat. Wij hebben sinds vorig jaar dat ook gedaan. En op basis van de grenzen die in 1967 zijn vastgelegd, dat standpunt staat er nog steeds. We zijn voorstander van een twee-staten-oplossing dat internationaal gedragen wordt. Tuurlijk moeten we erkennen dat er nog veel werk verzet moet worden, maar we zien een groeiende trend, ook met Israël, dat men zoekt naar vreedzame, diplomatieke
uitonderhandelde oplossingen. En dat is precies wat wij ook voorstaan. In plaats van conflicten, ik moet gelijk erbij zeggen, zoals we de relaties hebben met Palestina, hebben wij ook uitstekende relaties met Israël. Even kort dit over diaspora. De president heeft aangegeven dat er één concrete actie reeds plaatsvindt vanmiddag. Ik wil daaraan toevoegen dat het Diaspora Instituut inmiddels onderdeel is van het organogram van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die wordt binnenkort bemenst en binnen een maand zal die dus officieel gelanceerd worden, zodat we ook eigenlijk tegemoet komen aan wat was beloofd eerder, dat er een diaspora instituut zou komen. In Nederland wordt gewerkt door een aantal personen op verzoek van het ministerie om daar een proces te faciliteren van een diaspora platform. Dat zal de counterpart zijn. Binnenkort, nog deze week, komen we uit met een notitie over het diaspora beleid. En dat zal aangeven wat de specifieke grondslagen en uitgangspunten zijn van dit instituut. Ik wil, alhoewel de vraag niet is gesteld, toch even meegeven, omdat u waarschijnlijk zich zal afvragen waarom ik die kwestie niet aan de orde heb gesteld eerder, is dat aanstaande week, 14 tot 16 oktober, een kleine delegatie van 3 ministers richting Guyana gaan om vervolg te geven aan de gesprekken die zijn gevoerd tussen de presidenten en tussentijds tussen mij en minister Tort van Guyana in een virtual meeting. Nu gaan we face-to-face ontmoeten om 3 zaken te bespreken. En dat is een beetje in de pers gekomen, maar iets wat voorbarig ten aanzien van de conclusies die zijn getrokken. 14 tot 16 oktober in Georgetown zullen 3 zaken besproken worden. Eén is een algehele evaluatie van de relatie zoals die bestaat tussen Suriname en Guyana. Dat was een specifieke instructie van de 2 presidenten. En wij hebben inmiddels een aantal sessies gehad met de Guyanese om die evaluatie te bespreken. Het gaat om welke commissies er zijn, welke overlegmomenten er zijn geweest en op welke wijze we in de toekomst dat zullen doen. Zoals u weet, de beide presidenten hebben besloten het overleg, het contact tussen de beide landen op een hoger niveau te tillen van de presidenten. En het strategisch dialoogplatform zal een eerste ontmoeting in Paramaribo hebben in november. We zullen ook voorbereiden het hoogpolitiek overleg in november, dus de agenda daarvoor. En 2 specifieke issues die onderdeel zijn van de agenda, maar ook van de relatie, is de bouw van de quarantainebrug. En daarvoor zal minister van Openbare Werken de delegatie ook ondersteunen. Hij zal erbij zijn, samen met 1 expert. En COVID-19... de minister van Volksgezondheid met een expert zal ook participeren in die besprekingen. Dat zijn belangrijke zaken. We zijn grenslanden. De bewegingen tussen de landen zijn er. En we moeten ervoor zorgen dat tenminste voor wat betreft COVID-19 er voldoende informatieuitwisseling is. Tot op het meest relevante niveau van de ministers. En ik wilde u dat meegeven, zodat u weet dat dat gaat gebeuren. Wanneer we terug zijn, zullen we zoals gebruikelijk verslag doen van het bezoek. Niet alleen aan u, maar zeker aan uiteraard de president en de regering, maar ook aan de vaste commissie buitenland van de Nationale Assemblée. Ik wil het hierbij laten, zijn er wat andere ontwikkelingen. Oké, okay. Dat ben je want dat deel uit de persconferentie in Kitama of de komende dagen natuurlijk ook toch in Gongo Saboto. We kiezen meer van de informatie voor u, soms zien we maar voor werk ala, want de vicepresident kwam aan het woord toe. TCT, onderwijs, weet je. Want allemaal justitie. Dus beetjes bij beetjes wel party ding. Maar nou, hier dat die ook toe, delegatie die go de maite kan gaan Guyana, ook toe als aan de president betekent jouw weekend en aanzien van bouw, kie voor Guyana. Dan gaan die betekent ook toe. Dus de maite gaan voor bespreken zo tutorial zo ook toe. 4 minuten na 2 uur kind, dat kan je bagelen. Nog steeds tapo na. Voor de week of 8 oktober. STVS kies je aan jullie kito, maar ze Raoul Abisoina. Na aan jullie kito, heeft alles aan bunt op een moment dan eigenlijk ceremonieel. Dan overdracht vindt de plaats.
naar STVS. Raoul Abizuina, een onbekende, maar die ook al een tijdje kaba, hij niet naar media, hij niet zijn konde. En natuurlijk, ik heb ook betaki, die man bij een raad onder leiding van massa Kendrick Cairo. Dan we hopen dat je team ja zo kan leveren een mooie bijdrage ook toe. Naar een media gebeuren en niet zijn konde en voornamelijk naar een Surinaamse televisiestichting. Hij breidt die, hij geeft een dubbel PC en die zijn dan die 1 naar boven. Konde heb ik maar 2 naar zeg maar. Die persoonlijk meer, Sabi. Dus dan, hij geeft een goed gevoel. Ja, voor zie de boys op dat niveau de en de man op doe de walken. Omdat de deskundigheid, de man heb je ook wat ervaring om het zo te zeggen. De man heb je ook toe. Dus natuurlijk wens Raoul Abizuina alle succes toe. En een nieuwe uitdaging. Ik vraag man gewend die takie deze aan die TDD. Na een stichting. Een stichting. Een Surinaamse televisie stichting. Ja. Dat nou een juiste. Zijn van afkorting. Dus dat gebeurt die. En ola na een nieuwe dikito dapje. Gama Albert Aboikoni dan a presenter de plannen vien aini a paleis. Natuurlijk, mi no kisi ala fini vini informatie va azayan waka, maar agamango, mi no safuna op uitnodiging fu a regering of na a verzoek komoto vanuit agama, se ma belangrijk. Agamango en a presenteer de plannen. Sande denki. Mi begrijp wan coöperatieve vereniging de sama kawosu. Ja. En de kengi fu pakisei taki aan president Chan hierover. En mi begrijp anya sama kawosu ya dan verschillende gezagdragers die vertegenwoordig en de man taki uit ampe de man edenki van voor ontwikkel samen kalio en natuurlijk een organisatie taki a plan die de abi en a piside sowieso mide eens amode in lijn anga sa a centrale overheid edenki ik begrijp sang a centrale overheid wani godu en sana angi fu de sama asama kaliba. Natuurlijk is het niet zo erg dat a presentatia ekomoto fu waliba, maar ik zou het veel beter vinden efu gezamenlijk busikonde be egotaki anga overheid aba fa den owoko na a ontwikkeling fa binela. Van vice-presidentie heeft presenteren. Taki at de eini. At denki van regering ook toe. Taki de wani ontwikkelen binnenland. En gezamenlijk. Voor de verschillende gamen. Bekom bij elkaar. Voor buskonde. En de be. Mokiza de plannen. Kom bij elkaar. En de bezetten. Tijdlijnen uit. Zal je denki. Voor de ze. En samen. Dat jangan regeren bij match. Luku taki. Ey. Fawo doing. En sanga. Zou moedu. Zade san. Natuurlijk kan het ook slecht. Mino, dat kan ook boom, dat kan gaan, maar dat kan ook goed. Dat kan aan de pres over de ontwikkeling van samen. Kalio is goed. Maar ik zou het veel beter hebben gezien. En voor hier moest kon je bijvoorbeeld maar eenheid. En dat kan ook doen aan de galantie. En de meke mofu aba ontwikkeling. En va ontwikkeling ook kon. Va ammonio meke vrij. Gideen structuren voor zo'n goed dat kan ontwikkeling kon. En je gaat van, après het taki, ontwikkelen moet kon, atjo ni moet ton foto, maar stoel, maar eiland, jape tu, fawo dwen, as ik ook taki, as do pode. Isi? Pusu grunu de. Kai kon, zo heb je moment, pe etan, pe jete, pe de quinti, de na asianda, ook tu dete, de inheemse, pe de inheemse, de dete. Ik begrijp. Dus dat totaal plaatje zou ik veel beter vinden dan dadelijk ook is dat ik gewoon die gamma ook aan in plannen.
Okanisigama, Okotaki Aba in plannen. De voede trio in Gio, Okotaki Aba in plannen. Maar als Buzikone die eigenlijk de Lugu naar de CV problemen, Elolo, dat gezamenlijk, hoe we zitten, een gezamenlijk plan, ja, binnenland. En dat hebben we zet uit. En Akataki Sambe waka via verschillende fronten. Ah, joh, nou, voes don wacht die dat ik ook heb door Alibaba, ja, dat ook een aantal Alibaba, weet je, maar dat die ube kan potja zani tapuwegi en als totaal plaatje aan binnenland van voor ontwikkeling en waar de kansen zijn, wat de uitdagingen zijn van je skoivi aan zani. Maar ja, goed, ik ga maar een team go en natuurlijk de taki aba een aantal zani, ja, onder het away systeem. Die moet veranderen, moet kwijt niet. Lokale bedrijven die moet stimuleren. Natuurlijk, hoe ze bijzaam maken. Je hebt het toerisme ook toe. De boom apena a gebieden. Ja, werkgelegenheid, transport. Is heb al die zanden na sani, elektrificatie. Na sani, je pijt toe. En daarom heb ik niet dat ik de zanden na sani, je pijt overal in je binnenland. Ja, maar natuurlijk denk al ik de problemen aan zo ik van mij begrijp, ja, en de mapoti dat taboe at van president denk informeer den ook toe over de beleidsinzichten van regering, leg die uit mijn begrijp, afstand onderwijs, duurzame energie en al die punten die overheid de bezig aan gaan ding. Is hij? Maar alleen mi etaki, ik weet niet, even na afasia ben waka mi abipiki zo. Moeite wel, wat ik vind als we even inderdaad doen ontwikkelen binnenland, dan moeten we dat in eenheid doen. Mino sabi natuurlijk, ala sama o abie reden zei de meke, o taki, oké, okay, nee, als Liba ya wawai go fugo taki. Isabi Matei go aba plan di umu ontwikkel abi obunfu ala ufiti so mijen dat ala wibe fiti ege bus konde utampa wan lein ale jeke tunde tei de mabe abi wan so tu koto Isabi de mabe oli en dan ala de gama be de of de gama poti vertegenwoordigers di mo solo gutagi ea plan de goed uitgewerkt en de magos donga overheid maar zo moeten beginnen met Pisi, Sani. Isabi dan, asar na iwoko. Isabi natuurlijk, samafu a traditioneel gezag, bede ook toe. Maar natuurlijk, wan aantal Sani structuren misi aini. Mino sabi, want ina verslag, mino, miti den. Isabi, bijvoorbeeld, Agaman Kong, Mino Sabi, in hoeverre ADZ voel boven Suriname begijne. ADZ voel brokopono ook toe iedem want, ala de persie de na verantwoord toe persie voel vare kaen. Pia Agaman, jaundo. Dus ik weet niet, het kan taki mi amino sidding aini of mino kisi ala rapportage. Maar dat zou fijn zijn, Isabi, dat dede erbij ook toe. Ik begrijp. Voor man begeleid proces en masabi sang elolo. En man man gide inbreng ook toe aini die zie. Ik weet niet in hoeverre ook toe. Natuurlijk voor de DZD dat je het ministerie voor regionale ontwikkeling jij niet ook toe. Maar ik weet niet van Azan Wakaso. Maar ik hoop dat je Azan niet want dat je heel voorzichtig dat je hoe aan die PM Azan tap van politiek wat er. Maar dan hoe leuk zou je aan doen? Je begrijpt niet toch? Daarom ben ik me taki, mi taki nee, wees wie, alikide san di mi taki, abi omo bete, fu, weke buskonde be, fende a eenheid, sete wang plan vanuit buskonde,
Sawan is aan de prioriteitsgebieden jou en eventueel van we denken voor tja oplossing. Van we denken, zou we denken voor doen. En dat zouden we gaan met je. Het zijn wat gaan kutu wanikai. Voor meken wan 10-jarig plan. Voor meken wan zo to overeenkomst aan overheid. Voor zabi dat je overheid im doe de sanya. Bijvoorbeeld van de maitaki aba oli dan. Overheid luku amoni jo komoto aenya oli bika go to komoto dize ude komoto dize yara lang uno dueng ma amoni di o komoto aenya oli amoni di no no e komoto aenya go to nga uduete wij willen dat dit op deze manier gerealiseerd wordt en dan moet er niet alleen van één lio komen misa me waarschuw mita ke voorzichtig dagi mekja sani no peta po politiek water anders aso so kali ugo sidon ape omelanga. Na rengi mi dagi ogi. Ya to. Mi kaigi u omen mogelike schakels. Di mi no fusta ye. Mi ataki jade. I maliki bu inongo leigi bagiri. Mi taki. Mi no fusta mbopalde schakels. Aenya waka fale speki team di gona president. Mi biofene mo bun. Fu ala de liba. Be kombe e. U doe huiswerk. U poti deskundige. I begrijp. Natuurlijk hoe maak. Gona overheid. Gona overheid. Wij moeten ook een meerjarig plan hebben. Ja ontwikkelen van binnenland. Ano ad hoc takisani. Taki akchonyo kisi. Foto en weet ik veel. Wij moeten een degelijk meerjarig plan hebben. Van ontwikkeling van binnenland. Amude. En van amude. Na te a traditioneel gezag. In eenheid. Oma stella plan dat op en tja plan go match aan haar overheid. En dan moeten ze zich daaraan committeren. En dan ad hoc zijn die moe. Oei die wan polia. Oei takje aan haar moe voet akje wan foto kon die aan haar wan die zee dat. Die van haar foto kon. En zang als hij kom mee aan haar foto. Vauw vang de zande op. Ik begrijp. Dus. Dat ding moet in een meerjarig plan gegooid worden. Maar het binnenland is veel meer dan Samakalio alleen. Het binnenland is veel meer dan Samakaliba. Het is veel meer dan Marowijn, Rivieren. Het is veel meer dan Tapanhoniang en Lawato. Ik weet niet. Meer bedoel... Minister voor regionale ontwikkeling. Dat ik aan visie van de DZBO. Maar minister voor regionale ontwikkeling. Ja, zo'n antaki. Het zijn. Even een politiek. Maar min een antaki politiek. Min een verwacht taki. Want team voor. Want gamma ook een politiek taki toch. Nou, inderdaad. Ontwikkeling de gofugo taki van. Ontwikkeling van gebied. Je begrijpt me dus. Ik bedoel, maar ik mis die minister van regionale ontwikkeling daar, toch? Even naar de politiek. Wat is dat nu? En dan gaan we een beetje kinderen. Ik heb een beetje kinderen. Ik heb een beetje kinderen. En dat is mijn vijf. Wanneer je ontwikkeling kwam binnenland, mam, kwam een boel vijf. Fa politiek wo teke fu pianga ou sevi. A ou sevi wo koli an anga sa ma wodu. Mwo kona ene hei. Mwo kona goede verstand houden. E sa re sa soumar. Bibi mi sa met akina su sokali. Ona de structure. Uiteindelijk moet je teruggaan naar die structure. En efi jombo aba de structure. Di mu doa san, di mu seka san, di mu teke san ter hand. Nou, wat zal van dat plan komen? Gaat dat plan uitgevoerd worden aan het kabinet van president? Ik, I don't know. Ik weet niet. Natuurlijk is dat je vanuit het kabinet van president zegt. Ik bedoel, de man zou dat je de man keizer niet op een juiste facet. De man zo lukut aki san waka rechtig na juiste waka jam waka. Mana wie sefi non potje wie sefi gisma fu pe politik angau. Efu wan dati de ma upe angau ya.
Als je na vijf potten is even, dan heb je een wasi na vijf potten is even. Na zo zo maar, go om aan jou. Even potten is even, gewoon sma, voor kolitor, waar is abina toe? Is abia waarheid, ni oma bi otaki. Is abia waarheid, maar je kies af hoe te gaan lee. Dat is dat, ja, jou aan je, koli is even. Dat maar in hond, dat je man koli jou. Want even, ik jompa abba Allah, den sani die eigenlijk modeke jou, bakagi jou. En dat begrijp je, al waar we zitten dan. En dat is een die even die zomaar voor koli. Maar dat maar in hem, dat je zomaar koli, joh. Nee, is even die pot, is even een model. Maar ik zeg nogmaals, if inderdaad, wanneer ontwikkeling ja binnenland, moeten we gezamenlijk optrekken. Pisi sani, en dan ook tamao barita gizama kolio. Maar dat is even zoeken. Maar we moeten ook met een meerjarig plan uitkomen. Natuurlijk, hoe zou je de man van kompas, de man kon aan toezani, zo'n beetje, je zou ze beleidspunten noemen, of van Johan Keides aan die zeker bij bespreken aan de vorige regering. De man, jamatawaya weekend, je kompe, de man meer denk je aan regering ogo. En ik weet niet of de wan vader ik mij kan de man o meka balans op voor wat is gedaan aan afspraken of tenminste de punten die bij drop naar een regering staat. Doe voor de punten die wat nog gedaan worden, hoe gaat de regering dat doen. Maar je begrijpt dat een regeringsdelegatie sowieso gwanda, en het zal een sterke delegatie zijn. Hij niet de toe koe toe die bij holly. A regering no be de so zwaar vertegenwoordig. Ik is samie je mo. Go vertegenwoordig. Alizia na kutu ja. Dus we zullen horen. Wat er uit de bus komt. Natuurlijk want taboe aan je. Bika. Efu zo aan kutu e holine. Sama kalio wai qua pres. Dan begrijpen we waar we zitten. Maar natuurlijk unai ontkent dat uno sabi. A piki hario truzo anga erkenning anga la de soort san de jepe. Ma mi no wani begeef mi tap a pisi de. Mi abien over a binnenland. A pisi pe tawang wani teli dati anga tawang wani teli dati. Mi no wang waini dati. Ma mi abien over a binnenland taki efu uno man los asan dat op. Newe denki taki uo chai sani afzonderlijk en piki so politiku watawo meke lolo enya sani. Wa ubereik no wain kiezen. No wain kiezen ni una ubereik. Je begrijp me? Una ubereik no wain kiezen ni. Bika aliba kurtu e holi. Regere o gwanda. Nar alo arsene ke. Alata aliba janda. Kande behalve sama kaliba. Da. Ek weet niet. Bayram sefi. Ay gomi verstand te boven. Maar we moeten een probleem voor moet lossen op. Maar zeker wanneer je een probleem voor go potje da baka. Gizama. Dat denk je dat je voor een oplossing. Asama ne wo kai taki sama holi voor de gek baka. Asama wo kai taki sama holi voor de gek baka dat je wodu. Alhoewel de punten, de punten zullen niet veel van elkaar verschillen. Mikai Gisang, de man bespreekt zo'n beetje onderwijs, elektrificatie, natuurlijk werk, van ik kan je werk gelegenheid en al die zanden. De zanden naar Sandi. Ook komen het ook toe naar alle waarschijnlijkheid en Jalibaku toe die a weekend ja zo. Amatawai. En ja. Sama Kalio, go SD, vertegenwoordig door Agaman en een team. Met dat je aan boem zijn voor dat je aan de regering leider. Ja, boem. Maar wat moet je op de structuur? En heb je een mooi boem voor doen aan die eenheid? In plaats voor kan je zoeken afzonderlijk. Ik weet niet, maar we zullen zien. We blijven de ontwikkelingen volgen. Gimme belangrijk, Taki. Met Taki en Kabadisan die moet doen naar 1.
om een meerjarig plan van ontwikkelen binnenland, waar we willen staan over 5 jaar, over 10 jaar, zal de zand die moet doen, zal de prioriteitsgebieden, de zand die moet beginnen doen. Ja? En een interne probleem die we bijna, even dat je dat met dat je zo kan, ja, ik heb het correct hier, maar een probleem die kan de samen, kan je abi aan de taliban, dat je een erkenningsprobleem, ik denk dat je een lossing op. Want a ontwikkeling moet go door hier binnenland. A moet go wanse wang. A moet go door hier binnenland. Maar dat probleem, erkenningsprobleem, moeten we eerst zien op te lossen. En boos kon hem op het aanbod dat de lossing op aan haar. Mia jaini, ana misani, mina utaki ataki, ana attitude de omabi. Anders, wo chayen go poche kefa, go, de, go, a kabinet anda go baka taki, president moet ke bezuleid baka. Maar dat is een boom. Maar als je even moet, kijk naar de oplossing. Jozef. Nog steeds kind, dan gaan we bagen die 5 minuten voor 2:30. Na konde. Hij had olie voor de ambtenaren, dus de ma egwa. Vareer gaan. Na binnenlandse zaken go registreren. Je hebt de verschillende IA-presidenten die over en ook toe. Je hebt de... De verschillende categorie ambtenaren, tamang abi beschikken, hij kiezen moni, tamang abi standplaats man, hij kiezen moni of werkplaats, en hij kiezen moni toe, of tamang hij kiezen moni man, ons abi pjai woko. Dus alare sande im go registreer you, en dan verder de man oluku fare doanga de toliazo. En dat is allemaal gaat tussen 7 en, zeg maar 7, 7, maar dat is 7, net die. Dan ga ik naar het ministerie voor Binnenlandse Zaken. Maar dat is dus maar voor het ministerie 7, dus even jouw aan het ministerie. Dan, ja, mungo, maar dat is maar voor Binnenlandse Zaken 7, dat is een registrering. En voor Lukufaigo, en waarschijnlijk dat is maar door de taal ministeries. Ja, en ik begrijp zo'n 500 ambtenaren. Maar, mino man, stel me voor, zoveel sama. Die nou sabi den status, veel barki. Binnenlandse zaken, want dat ahi apparaat dan dat omen sama dit teke. Dat is best veel. Aida, de man voor zijn hello, de man wan die duidelijkheid, abaan salaris verhoog. En natuurlijk, de land die maar ook toe aan de wel die de wan sabi. Amoni. Maar ik bereken dit, maar we hebben een afspraak gedaan aan de vorige regering. Voor een 50% verhoging, ik begrijp. En ze hebben ook gezegd, nog een paar verstaan, ja natuurlijk, takie bij takie, dit is 50-50 zo'n beetje. Maar wat duidelijkheid nog kon, en dit is mijn misken, dit is mijn lukwa, dit is naar 8. En ik begrijp, de land die man kiezen moet, dat je op een periode pe, alles aan die moest, zijn de gwaasie, buma, zee, buma. Voor zo'n goed aki. De man gaan storten aan boni. Maar tot dusver. Want duidelijkheid. No bekwete. Want landi moet piki. Maar im sa fupe even ja moni. Im abi ja moni. Voor poja 50% verhogen. Ik weet niet hoeveel miljoen aan salarissen wordt uitbetaald. Dus dan moet je denken dat je nog 50% daarop moet hebben. Begrijp je? En als je dat niet hebt. Dan. Ja, maar pikita ki we start a money of we go akkoord en a verhoging ego in. Je moet eerst dat geld hebben. En ja, a regering ook die duidelijkheid heeft natuurlijk instructies geven voor voeren gesprekken verder. Voor takifa asani muwaka. Maar, ja, nog die heeft dat je verhoging ego. Maar even voor CLO, wat niet duidelijk tenminste. A collectief, ik weet niet in hoeverre de man... Heb je bevoegdheid voor handel à la desania af? Maar belangrijk, de man meet de bevoegdheid aan dat je de mag dwingen. Hoog je nog jij niet, hoog je nog kwijt niet. Dus dan, de man doet. Maar we zullen horen de komende dagen hoe ja, president heeft dat je de komende dagen doet. Dat je de man gaat moeven. Dat weet je in hoeverre oplossing kwijt niet is. Of even inderdaad ding ook is. A verhoging aan eind van moja. Of dat wordt verder doorgeschoven naar de komende maanden. Hij moet ook voor de schoolvervoer kaba.
mi e pleite gi wan ander sistem, da gre mam suku wan tan sistem. Ona da sen e kon spamye de nya konde ya kata ki, sa ma di m ki jen moni, de man hai ki jen moni op tijd, en op een gegeven moment, na de sa ma, die eigenlijk na niks te maken aan haar betalen, die moet geniet onderwijs, die eigenlijk onderwijs die verplicht die de studenten, de leerlingen, dat de kontrol adupe en bijna je taki, ja, dat maakt je dan kruisvoet van wat na foto, ja. Maar ik weet niet, kan er niet een systeem komen per alle monte de marij gewoon ik van ambtenaren kiezen moet dat de bus maken, de boete maar kiezen de moet. Dat is een los op toch. Maar voor de mamelong aan een pampila hier en daar, pampila qua onderwijs voor zich. Dat onderwijs was in een qua financiën. Dat mensen voor financiën naar centrale banken in vinden en zijn de gwete. Dat zijn je lange toch. Dat de man kies de money, de man kiezen die voor moen. Ik heb van mij bijna uit die moen voor zich de man kies die money. Is de lang. Is de lang toch. En dan ga je koers van mij en zo bijna. Dat ik kies aan moen, ja moen, ontwaard. Dus ik weet niet, even wat aan systeem nog maar bedenk, dat de man, ik kies de money gewoon direct, na einde. Dus dat je maar zo, amai rei, amai een contract, amai rei. En dat amai moet je stort, amai heb je vast bedrag. De. Ik weet niet of ze niet naar dat systeem kunnen. En dan, als hij niet kabato. Dan, hij lololol, guaini, al mijn organisatie, dat hij loont toe voor zich, als hij amai niet moet kopen. En je ziet dat je de mobility, je ziet van je one key ding, hoe je onderwijs moet starten op inderdaad de leerkrachten moet we. Maar man, ik kies je moet niet uit, moet lang, maar nog korei. En alle olieprijs op bakken, maar nog korei toch. Nou, hoe man kies de man, de man, hoe niet verstand is, heeft dat je één, de man vindt de money. Twee, dat ook doet de man, want dat je aba prijs verhoogt, dat je onvijf, je bij mijn barkie, kolugi, wan rit. Hoe heb je voor gewoon één, tjawa, 1,30. En ja, wie je daar maar je dat idee, ja, wie voelt dat je toolbar die procent of 100% tappen. Dus ik weet niet, maar ik vind dat de Sanja zo verbeteren moet qua niet de processen. Dat je van Agontoli met een minister Diana Pokitakia verbeteren moet qua niet de processen. De processen onnodig, de processen heel lang. Onnodig. Onnodig de processen heel lang. In ons af hoe zij de deel lang om mijn OD moet tekenen, om mijn hoofd zomaar moet tekenen. Daarbij laten we die contracten opstellen. Hoe zap dat je man deed niet in dienst van ministerie voor onderwijs. En dan maar ik kies je money. Totdat een contract die zegt op bakka. En dan allemaal maar ik kies je betaling toch. Maar ik hoop dat. Ik heb van beta kikaba. Misschien ga je zeggen van. Zeker die Argeria. Niet genoeg tijd. Voor start-up. Asko Yalia. We zullen van de wacht vinden plaats. Maar we hopen en we kijken naar uit. En we drukken op het hart voor Zorugutaki. Teta Yali Chansiko begin dat. U start van Asko Yali aan een succes. Ja, dat u na voor Abikagi, voor Busman, Abotoman. En voor leerkrachten dingwe. En zeker ook dat veiligheidsvraagstukken voor de leerkrachten en in dit dorp. Maar bedoel van taki teke wachters, meke wachters, want veelal. Ja, de boemvoel kon de leerkrachten wonen in Japia Zikode. Zeker in de buurt Japia Zikode. Dat even naar omraster, je omraster a pisi kon treden. Ipocheng, ik wan veiligheidszone, wachter, de die e luku, ala sani, luku van sanyego. Dan, u denk je dat je sani mobete, maar ik heb van mij, mijn ja, in uw TV-programma, die dit aki a directeur, taki ja. Den kandede normaal lukwa PCDT voor omrastering, want den leerkrachten voor lokale kwa e actie voor omrastering, money no de. Nee, er moet altijd geld zijn, die veiligheid. Money moet de ongo zoeken, money. De leerkrachten moet voelen, ze even veilig. De leerkrachten moet voelen, dat op de gemak voelen, maar die heb ik les op wat dusdanige wijze, dat dat lessen komt over. Dus ik vind het een rommel wat die directeur zegt, van onderwijs. Ongo zoeken, money. Want in oma tegen me taki, a minister to minister de monja de dan, an au kisi veiligheidsman voor beveiliging. Dat zeg je toch niet? Dan in oma tegen voor de juffrouw ook toe, die moet kisha veiligheid voor gogia les. Want zij zijn ook belangrijk voor solo goed dat je de piki kon en de piki kisha ontwikkelen voor ton boemboes aan mijn maatschappij. Dus ik vind het gewoon een rommel wat die directeur zegt. En moet niet meke vrij
Het is brood nodig, het is hoog nodig. Taki a pensie voor de smaseka, dat vervoer. Maar ook op bokeren, dat wachters moet kunnen, dat moet dat geld vrijgemaakt worden. Wat je nou, leg me uit. Taki moet niet dat de minister nog is veiligheidsman. Dat kom je me toch niet uitleggen. En zo moet het ook gelden bij die leerkrachten die naar het binnenland moeten gaan. En de leerkrachten die etaki naar bijkant CB, die kabaan, ja, zelf de situatie deden. Die etaki, ik heb nog voor mij eens idee, Taki. Nou, voor de minister, de sommige minister die de Kenya onderwijs. Nou, voor de. Nou, Alika Sande. Dan moet je vandaag niet komen zeggen dat er geen geld is. Dat toen die money bij de zijde nog doen. Want ze praten over 7 jaren. De Denja zelf de situatie. Is toch rommel wat je zegt, directeur? Sorry dat niet, dat je zo maar naar rommel. Zoek wat een argument. Zoek wat een argument. En dan natuurlijk met Gideon Letty. Je begrijpt de picking, die moet je zien les. Maar je gaat niet even de Hollywood bij stuk dat je denkt, want go even nog maar de dat in orde. Je moet die dingen in orde op orde stellen. Je moet doen de zand niet toch? Dan je begrijpt de leerkrachten. Tau, gwefikai, piki, pika, te ijai, man, se da, je fie, piki, so, kaa, ki, teke, oma. Ma, ijan, da, iwa, wang, da, kan, esa, ma, ko, banda, ya, ne, ki, of, usang. Noto. Dan moet jij voor die veiligheid zorgen tegen de desmaguana. Dan kan je niet zeggen dat er geen geld is. Nou man. Nou man. Vareka ja vrouw. A directeur voor onderwijs. Ben dan nog. Nou man. Nou koli lasen. Echt lasen. Ik ben zo gewoon aan argument. Want money bij de. Moni bede toch, te don na school zo opvangen om in Zambeoli naar veiligheid voor de leerkrachten waar maar zitten. Nou man. Ik ben zo goed aan het argument dat je legt. Kolo kwan om mij, voor naar bagel, ik ben tijg. Mij ben tijg, direct, mij ben op pikin, ben zo. Ik nou asandi, ik taki de naai woko. En ik gota kade asandi. Zo goed aan het argument. Ik begrijp. Eh, man, je mi ja. Zan ja, wan TV station die man ding. Ik ga a directeur taki taki. De naam moet niet no. Maar wat betreft yo, solo kutaki de Gwanda en kande Sandy de Lassi, yo, so kutaki de. Nee, maar meke ulu kutaki, die dan yung beleid de, maar beleid mi taki wale isika, a beleid don hang af alleen voor regeringen. Vandaar dat me taki ook toe over a meerjarig plan van binnenland die moet de. En nu moet de ad hoc zijn. Als dan moet de een breed plan die binnenland die de man zitten. Regering, corregering, gue, een plan die moet dan voer uit Godot. Ik begrijp. Dus daarvoor moeten die DNA leden ook zorgen aan je nationale assemblee. Voor 8 jaar regering, dat je regering je praat over ontwikkeling van het binnenland. Waar is je plan? A plan die wani ontwikkel a binnenland. Obed, Sampi. Vraag, Geneviève, kijk eens maar, mo. Omo actie in de regering. Den omo taki wang. Maar omo actie en eigenlijk om dwing de voedsel. Omo taki de skivia plan. En a plan presenteer na nationale assemblee. Zodat u abi wan houvast. Want zonder een plan heb je geen houvast, toch? Dan ad hoc je doet aan toe zani. Maar dan heb je een houvast. En daar moet je dat plan voor hebben. Dus echte serieuze verandering moet kwijnen. Mekke verbetering kwijnen systeem. Natuurlijk wat je geloven in je regering. Maar de zand moet zet de potie mooi netjes op orde. Meke de sani waka. En gaan we een bon plan. En ik heb van taki kabada. Wie ik buskone heb geen traditioneel gezag in deze die even vertegenwoordig wie. Dat is even maar vorm aan eenheid. Dat is even maar doen aan regering naar richtende toe. Voor ons doen. Aan tafel en bespreken ontwikkeling. Voor a binnenland. Mim lugo aan toe berichten voor jou tapu.
Ja, at olivu hoofdra. Natuurlijk, de man is ook hoofdra. Ja, bizar maar die etak hoofdra delet jij wat hij loont. Maar ja, de minister taki de man de bezig. En natuurlijk, rapport op presentering. Sang nading. Sang die de man doet zo'n beetje voor achterhaal. Voor vinden meer informatie over hoofdra. Natuurlijk, in verwacht dat de man ook deel aan de pers van de samenleving. Dat nasco tutori toch, de mijn werk zijn uit en alle informatie die qua doka de kwam belemmering jouw onderzoek. Maar ja, dat minister Kenneth Amuksitaki eerder op de dag ook toe, dat ik de man ook zie, je moet fini over vasco to ook tot nu toe, voor hoe hoefie aan. Koolu goede berichten. Even aan zijn man bel. Waar want 2 minuten heet dat kan. Terwijl we lezen. Den. Berichten. Ik heb bel tapo 485871. En natuurlijk je dan WhatsApp tapo 7878547. Koolu goe. We want 2 berichten. Ja, die min lezen snel. Niet zoveel tijd meer, man. We lezen den. Ik heb sinds 2000... Oei, dan want toen... Ja, die tolje kon nog steeds tegen. Ik heb sinds 2011 mijn grondstukken ingediend. Nog steeds geen antwoord gehad. Het gaat om een verdeling van mijn... Ja, doe dat. Denk je naar Boedel Torino, of niet? Ik heb aanvraag gedaan voor een koopwoning. Tot nu toe mijn oeer niks. Ik heb mijn kwitantie. Koopwoning... Maar ben je denk projecten, no? Zijn overheid zo'n beetje bij jij niet. Dus dat mag ik wel begrijpen zo. Ik wil een big up naar DR, ondervoorzitter van DR voor Paramaribo, Mr. Pancho. Zij RQ ook toe. Dus lobby die Mr. Pancho. Maar man, vast al ik man voor Kintaki ook toe. Maar ondervoorzitter van... Districtsraad. Ai, minister Diana. Poki bedde abrokopondo dinsdag. Toen heb ik ja, ook ja, bij een paar spreekding. Leerlingen moet in. Die anjonsko jali. En natuurlijk adoneer ook toe een aantal schoolpakketten die de Peking ja, zo en ga inhoud. En a minister na bevasco de mi denki. Dus ik ben hier ook een oude school. Dus dat fijn dat de spreek de moed in. Ja, dat boom. En natuurlijk kun je verwachten dat ik aan de laatste lezing. Oké. Maar ook weer want aantal stakken deze mij tansende ding jali zijn kon. Ai, natuurlijk, de mij bericht me voor Ula ja zo. Ja, dat hebben we al gezegd. Raoul is... directeur geworden van STVS. Goedemiddag, Bagri, mijn boye go naar lagere school, mijn meisje Jamilo en mijn meisje ego 2 maal per week naar school, heb ik een boy mungo alla day. Dat zult u zich kon en bika, nou als ik ook begrijp dat ik heb ik een go alla day. Maar zo doe ik koning, want voor het eerst kan ik wel zeggen dat je pimi je, maar mij je ik ook die de pikingo ala die. Begrijp dat ik de verdeelde piking in groepen, maar en via dat ik pikingo ala die, dat is best vriend. Ik kan een leerkracht even ervaren dat hij ziet doen. Check dat hij precies, maar tot zover mijn begrijping. Nou als ik ook dat hij bij mijn geval. Goedemiddag Bagli, ik heb me laten vertellen dat ze zaterdag vertrekken, de leerkrachten. Oké. Okay. Allee, kan je nog mee je alleen.
ayudo wo rontaf of abagli gaman aboikoni go anga implant na president fu soen sanden wani dugi asama kaliba. Ma bibimi a president na wan teke fesi fu go dusani gibus konde sonde a vice president. Mekeden suko fu se kastani ta fasi. En dat ina taki umukong na wang en sani fubus konde ekayondo eru yo steden sama oduan sani den mu ekoni koni so to stap den eteke. Ja, dus dat. Me bedoel, ik weet niet, daarom ik heb ik me heel voorzichtig dat ik me nou hoop dat ik na dat politiek wat raad man en probeer voor doen sani, dan me denk ik dat ik wo taki later taki de koliun. Goedemiddag Bagri, je taki mooi, maar je ziet taki den. Sama ala yu de petaki den sabisani mo den da sama na ala tende tanso. Wa ni kapasi. Ya no, anataki sama sabisa mo da sama. Makande, den lukwe wan fasi, anataki atabesprek fu de plana no boom. Plannen in Moabi, plannen is abito. Dus met dat ik heb spreek voor een plan no boom, maar heb je ook beter voor de eenheid. Dat is wie ik heb boskonde. Alla de liba om make your plan. Dat we go dat ik aan een galant. Ik denk dat ik heb een kak die moet voor zo'n galant. Dat ik kuya na la wie voor gaman te eke basia. Na lau tampu na plan ya baka en na la de liba no wan gama uitgezonden is abito. Dan, mi denk dat ki dat die bemo abi gewicht. Dus daarover me abien. Goedemiddag bagli mi de eens an ayu. A gama wan no mu go na president na ta sa ni opasade. Sa ide a kai den ta edemang fu buskonde. Ja, ay alleen. Bagri denk schoolbus naar Reino. Nee, dus na taki den beta ki dus me hoop taki ti de gomiti tama ala san fu de rond want wat deel rond kaba ma wan deel mu rond af ete fu den schoolbus kan bigire. Bagri tagi a minister fu onderwijs me ka poti de protocol maatregel na de school fu binnenland. We ala si koop de maatregel mu geld gi de geldig gi ala si koop aini sanan. Konde de maatregel zijn geen maatregelen alleen voor de stad. Maar natuurlijk, ala den zan die koos abi de PSD, te wat aki aba piki me washana nga di si dati. Dan wat amu jade si koop genoeg ala de zan de munde. Maar die maatregelen tot zover ik heb begrepen, dat de maatregelen de me gelden ook toe. Ja binnenland, FD woko aini de gevallen de. Ik weet niet, maar dat moet uitgezocht worden. Even pas aan en ja binnenland moet dat gedaan worden. Maar protocollen moeten er zijn. En die moeten ook gelden voor de scholen en ja binnenland. Gil den maya abit taki den a woko an agaman fusa amakano. Den be taki jo pu aman tok gil. Chan no kango taki an aman de tok. Bika di bota pochaman. De tonga man de maya no be wanito no una man de gotaki angin aliba no wani aga man de togil on fat in October aga ma ogwa na matawai ye yeah, dati mino sabi sama be wani gama nga sama no be wani gama dat laatik in het midden belangrijk wanga man de en mi punt mi taki mine gona apizide. Mi punt na a plan. Mi abe over a plan je presenteer. Aba a herstellen. Mi de helemaal eens. Mi de content. Taki one plan moet de. Fu u ontwikkel binnenland. Maar ik ben voorstander van een algemeen plan. Ja binnenland. Mi no de voorstander fu plan gi. Sama kaliba fu plan gi. Lawa fu plan gi. Tapanahoni fu plan gi. Quinti. Nee, hoe man zit dan bij elkaar? Wat traditioneel gezag. Deze man voor afwezen zou de bij ondersteunen de CVJ, bij de CV na la de liba. Ja? Dan hoe man zit dan, hoe meke wie huiswerk. A huiswerk voor boeskonde, dat die moet meke. Dat die meke, dat je qua overheid, dat wanga overheid is, dat we zien, dat wanga hier wiki hoe moet teke. Deskundige, ik ken die pakjes even voor te a plan, komen te enda. A overheid, ik kom niet teren na a plan de. Dan al moet je het een meerjarig plan noemen, dat mag het. Dan moet je voer uit.
Mino wani monta ki enya toekomst. Sanyeta ki anga mofu. Dit gaan we doen voor binnenland. Onderwijs binnenland is belangrijk. We zijn stemmen geboren in onderwijs binnenland belangrijk. Maar wat hebben ze gedaan? Ik wil dat er een meerjarig plan moet komen voor die ontwikkeling van het binnenland. En dat moet smart, moet stel smart op. En als regering moet committeren voor een megademonie de vrij. Daarom heb ik hem niet erop dat de assembleeleden vooral de jonkoe wang. De moet actie regeren. Maar moet u wie ik heb boeskonde, moet ik wie huiswerk, jou biggie soi. Dat ik ja, regering, wie ik traditioneel gezegd. Uno defu e wayana giu e kote ipangi giu chou kwa benelantu wawang. Da we pisi e lafanga uda ukota e giu wantusan da ugwefu ubaka. Nei, uwani taki umeke monfu. En eke tuga manage woholi una monfu fa ontwikkeling. Bika ala ude eens to, regeren de eens, traditioneel gezag de eens over a ontwikkeling. Da sa omu da monfu umeke, da uluku fawo duen. En dat ina wanko de sanje makei, ma wie eke buskone mu, forma eenheid. We mo abia plan diu taki ahi benelan naso amusani. Ta grupa mo javesi e hali. Dati na muluku taki om data nga president bu, om data nga vice president bu da liba ya umo wakabu. Ne ye ya na asanjo de, mino de ino fene mi bagri ino fene mfude sande. Mi taki yo fene mi fu taki taki otwe kalen fa hi benelan umu chaye un teke ente erhand. Isi? Da meke umeke mofu meke uset sani e taki na so woko so wodu so wodu so wodu. Isi? Dan asanye party, asanye woko anga wan plan da wabi wan hou fast da wka monitoren ook tu. Futaki ube taki december. Den ana de konjo o kisi stroma de no kisi, saire de no kisi. Sana a problem. Da fa o hale en, un poti moman ifu hale en, umuabi de sani fu. Solugu taki uma monitora san wam taki san lost fast mo wanta dat ye weli mede na de san jo taki lost fast o metenti yali ane nexa konta rekto. Dus ik ben moe van ataki zan ni kouna mofu. Isi, daarom mi breiti, ek vare mai golia gaan koutape, mi breiti, mi ye ook toegeluide taki a regere ook goed vertegenwoordig, maar moet dan a goed vertegenwoordig, natuurlijk a regere a giwa boos zijn. Pia vice-president se vigi an, taki dat di na wafu de stokpaartje vien, fa ontwikkeling. Isi, fa binnenland fu kontapu anta anifo da misap, taki jo hek veel waarde na a gaan koutape, fude se vigo, fu taki anga de sama, ma am tana taki de, amu gomo fawe, fu solugu taki u poti de senya ini wan plan, en a regering a overheid, mino wan kai regering wa a overheid komitering, na den punte di, dio teke fu wo kwa nga de. Was my taki min bele ya, mino sab zaman asma. Waarom rijden de schoolbussen niet meer, die van para? Dus dan denk je dat abi alles te maken ook toe aan... Waar ik aan... De gesprekken die je voert, toch? Dat nee. Goed, maar sluit af. Ik ben het eens met je bagri. Dat noemt men eenheid. Geen woorden, maar daden. Maar ik kan het niet stappen waarom we niet bij elkaar kunnen komen. Nou, oké. We sluit af na aflevering voor kind. Taki en Bagli, ja zo. Later, tidiba kan nou abi a herhaling voor Gongo Saboto. Ja, tide neti tori leki deta TV. 8:30, anga papa Kojan. En zo heb je mo. Ja, nee, dat Tamara. We hebben herhaling voor Kinta Kitap TV 11 voor jou. En wat je bakken naar de audiazo. Ja, voor presenteer je een nieuwe aflevering voor Kinta Kitap. Holy Sevi Boom. En dan Tamara, Udea Baka, een nieuwe aflevering. Lobby je zo, Joe. En taliki associe en taluko associe TV ook toe. 20.4. Ja sabi pede lutude, ja sabi pede bakade. Kintaki anabagi. No. Pede lutude, pede bakade. A kintaki deika taki direkere. Pede lutude, pede bakade. That water is toch essentieel. Pede lutude.
Bagi idea so baka anga tak. Ekonemu boko. Baka mane kolio baka. It's nonsense.